kan worden verschoven. MAF 2016, wat is er nu anders dan andere jaren? Er zijn een paar onderdelen zijn echt anders. Dat is onder andere de Hofkeshuis Experience. Er wordt het wandschildering van de Hofkeshuis is hier nagebouwd. Eigenlijk voor de eerste keer in Almelo dat het openbaar zichtbaar is voor iedereen. Er zijn jonge kunstenaars dit jaar die allemaal werken met ruimtes die ze invullen. Minder op het beeld zetten, dus minder zelfstandige beelden maken, maar meer hele ruimtes vullen. En er is dit jaar de Nacht van de Korte Film mee. De Nacht van de Korte Film is een collectief uit Hengelo en die brengen allemaal korte films. Talentvolle filmmakers uit Overijssel brengen ze hier aan de A. En we hebben een Helmoet Dick, dat is een Amsterdamse kunstenaar, oorsprong Duitsland komt hij vandaan. Die heeft een mooie verrassing gemaakt bij het Ledenhoerpaard. Volgende week weer een nieuwe expositie in het torentje. En volgende week is er ook nog weer een nieuwe expositie van het torentje. Eentje van John Reinders, een Almeloze kunstenaar. En we hebben nu een paar aantal Almeloze kunstenaars achter elkaar. We hebben nog Helene Langkamp, die komt ook nog een keer. Dus dat torentje loopt ook de hele tijd nog door met de exposities.